In deze film laat ik de kleuren eruit springen, maar wel op de makkelijke manier. Als je een kleurrijke foto in Lightroom hebt, dan zou je daar eigenlijk nog wat bewerkingen aan kunnen doen om die kleur er nog net wat meer uit te laten komen. Dat kan via verschillende dingen. Je kunt bij standaard gewoon kiezen natuurlijk om de verzadiging omhoog te gooien. Maar het nadeel is, het wordt dan al snel te. Je zou ook met alle kleuren apart aan de slag kunnen. Dat zou je bijvoorbeeld via het filter kleur kunnen doen. Alleen dan heb je een hele berg kleuren waar je uit moet gaan kiezen. Rood, oranje, geel, groen, aqua, blauw, paars en magenta. Nou, dat zijn er nogal wat. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van nou, ik ga... Uh, de verzadiging van Aqua een klein beetje omhoog gooien en de belichting ook. En ik heb zo al een klein verschil. En bijvoorbeeld de verzadiging van het oranje wat omhoog. Dat zou ook kunnen werken, maar er is een makkelijkere manier en die vind je hieronder bij calibratie. Calibratie gaat in eerste instantie over de drie kanalen: rood, groen en blauw. Alleen het gaat over die kanalen in je foto en in het blauwe kanaal zit meer dan alleen het blauw van deze foto. Het zal dus ook effect hebben op de andere delen. Bijvoorbeeld hier in het water, er zit wel een klein beetje oranje gloed in, maar er zit ook blauwe informatie in. Als ik bijvoorbeeld de primaire blauwe slider de verzadiging omhoog gooi, dan zie je dat mijn kleuren ook al een heel stuk intensiever worden. En dit is eigenlijk veel makkelijker dan die andere. En je kunt dit ook combineren. Je kunt er natuurlijk ook gewoon primair groen bij schuiven. Hoewel, daar zit niet zo gek veel van in, maar het heeft wel effect op de wolken. Terwijl als je in eerste instantie naar de foto kijkt en zegt groen, dat komt hier niet voor. Maar je kunt het toch een klein beetje boosten. En via calibratie en eigenlijk alleen met de verzadigingssliders kun je dus eigenlijk ook gewoon in een handomdraai dingen veranderen. Kom niet aan de kleurtoonsliders, want als je dat doet, dan zie je dat je foto totaal anders wordt. Het kan een leuk effect hebben, maar ik zou daar op zich vanaf blijven. Even over naar een andere foto en ook gewoon laten zien wat het voor effect heeft. Als ik alleen aan de blauwe slider kom, zie je wat dat voor effect in mijn groen heeft. Dit is de before en dit is de after. En het enige wat ik doe, ik kom eigenlijk alleen maar aan de verzadigingsslider van primair blauw. En het werkt ook bij flatse foto's zoals deze. Het is natuurlijk een foto in het tegenlicht de verzadiging in het rood zal hoofdzakelijk in de achtergrond effect hebben. Maar die in het blauw denk ik ook wel hier in de voorgrond. En inderdaad, je ziet dat de kleuren ook gewoon een beetje meer tot leven komen. En dat allemaal gewoon in een handomdraai met drie eenvoudige sliders. Dit is de before en dit is de after. En tot slot wil ik ook nog even deze foto laten zien. Hier zit op zich weinig licht in. De andere foto's hadden veel zonlicht. Hier heb je de zon in de achtergrond. Deze is met de zon in de rug genomen, waarschijnlijk. En hier zit ook nog gewoon veel zonlicht in. Hier niet. Heeft het dan effect? Jazeker. Niet zoveel als bij de andere foto's, maar het doet wel degelijk een hoop. Het geeft wel opeens veel meer kleur en cachet aan mijn foto. Nog even de before en de after. En dat allemaal gewoon door heel eenvoudig aan drie sliders te trekken. Probeer deze tip gewoon uit op je foto's. Ga lekker zitten experimenteren. En ik zou zeggen: bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.